Today, I will be revealing a big mastering secret that a lot of professionals in the industry do not want you to know. However, considering the date, there will be a catch. En de catch is dat ik deze video in het Nederlands ga doen. Dus voor al mijn Nederlandse kijkers, hoi allemaal. Ja, je moet toch iets van een grap doen op 1 april. En ik vond dit eigenlijk wel een leuke. Voor jullie allemaal, hoi. En voor de rest, ik heb de ondertiteling uitgezet. Dus succes ermee. Nou, het is natuurlijk handig dat ik native Nederlands ben, maar een berg onzin uitkramen, dat is nog best een opgave. Kijk, weet je, als je hier zo zit te filteren, is leuk hè, want er zitten in Nederland zitten heel veel Engelse woorden. Dus als je hier zo zit te filteren zo, dan kun je je Q-factor en je frequentie kun je lekker aanpassen. Leuk. En hier ook. Dat is het geheim. Nee, weet je wat het ding is? Er is gewoon eigenlijk geen geheim. Het interessante aan de audio-industrie is dat we kunnen geluid niet vastpakken. We kunnen het niet zien. We kunnen het niet hè? Het is heel moeilijk te analyseren. Het is een beetje magisch. En het probleem is dat veel bedrijven en veel marketers, marketinggerichte mensen, YouTubers, die maken er gebruik van. Door eigenlijk het ontastbare te verkopen en te zeggen dat er een geheim is. Maar eigenlijk wat ik heb geleerd gewoon door de jaren heen is dat er eigenlijk, ja klinkt heel raar, maar dat er eigenlijk geen geheimen zijn. Er zijn altijd geheimen. En wat ik daarmee bedoel is dat er altijd dingen zijn die je niet weet. Ik kom daar iedere dag weer achter dat ik weer iets nieuws leer en denk, oh ja, interessant. Maar dat zijn niet echt geheimen. Het is niet zo dat de industrie dat je niet wil laten weten of zo. Sterker nog, de echte professionals zijn vaak heel enthousiast over dit soort dingen om het je uit te leggen en dat soort dingen. Goed voorbeeld is ook dat interview dat ik deed over oversampling filters. Super interessant en Sam is echt een eindbaas op het gebied van dat soort moeilijke onderwerpen uitleggen en het willen delen van die info. Super cool. Er is eigenlijk geen geheim. En het enige ding wat misschien nog wel eens verkeerd wordt begrepen is, ja, hoe zeg je dat? Het investeren. Wordt denk ik verkeerd begrepen in audio. Want investeren heeft heel veel zin. En investeren hoeft niet per se financiële investeringen te zijn. Tijdsinvestering is er ook een. En die is eigenlijk net zo belangrijk. Hoe meer tijd je hierin investeert, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Ik merk echt dat het mij bijna 10 jaar heeft gekost om eigenlijk op een beetje goed niveau te komen, zeg maar. Dus een beetje een goed niveau. Lekker op zijn Brabants. En natuurlijk de financiële investering, dat is natuurlijk een moeilijk onderwerp. Want niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat te doen. Kijk, ik run een professioneel bedrijf en ik investeer bijna alles weer terug in de studio wat ik niet nodig heb om in leven te blijven. En daardoor heb ik stapje voor stapje dit kunnen opbouwen. Maar een van de investeringen die vaak, en dat is ook weer door marketing, een van de investeringen die vaak minder serieus wordt genomen dan dat die genomen zou moeten worden, is monitoring en akoestiek. Want uiteindelijk komt het allemaal daarop neer. Als jij dat in orde hebt, als je goede monitoring en goede akoestiek hebt, en dat is ook de reden waarom ik all out ben gegaan, zowel op monitoring als op akoestiek gebied. En het leuke is, daar gaan we over een tijdje nog iets leuks mee doen, maar dat, ja, zien we dan wel weer. En een van de dingen die ik heb gemerkt nadat ik dus all out ben gegaan op mijn monitorsysteem, is dat heel veel dingen heel veel makkelijker werden. Dus als er iets van een secret is, is het gewoon eigenlijk het heel erg serieus nemen van dat stukje. En again, dat is natuurlijk een stukje financieel. Uiteindelijk merk je echt wel dat er een verband zit tussen hoe duur een speaker is en de kwaliteit die geeft. Ik noem het eigenlijk de resolutie van de speaker. Dus het is niet zozeer of alle frequenties allemaal in balans zijn. Dat is een deel ervan. Maar er is veel meer dan dat. Dus de scherpte van het geluid. De hoeveelheid pixels die er in het geluid zitten. En hoe duur de speaker is. Dus er zit daar een balans tussen die twee dingen. Dus dat is heel, heel boeiend. Dus het is financieel, maar het is ook natuurlijk het juist plaatsen in de ruimte. Zorg dat je akoestiek in orde is. Akoestiek hoeft niet heel duur te zijn als je een beetje handig bent met een zaag en dat soort dingen. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Sorry, maar er is geen geheim. En soms is dat gewoon echt heel vervelend om ook te delen met de mensen. Want eigenlijk, de waarheid is gewoon, investeer in jezelf, investeer in je apparatuur, investeer. En dat is een moeilijk ding. Eigenlijk zou ik voor heel veel mensen graag willen dat het zo was, dat het iets anders was. Dat er inderdaad een trucje was. Dat er inderdaad iets simpels was. Maar ik kom iedere keer weer terug op het stukje, ja, het is niet zo simpel. Dus eigenlijk moet ik dan wat verkopen. Terwijl ik het eigenlijk niet zou willen, maar het is wel de waarheid. Dus ja, ik zit altijd een beetje in die tweestrijd tussen dat soort dingen. De waarheid en wat mensen eigenlijk van je willen horen. Dus ja, daar is het eigenlijk. Ik ga
iets anders afsluiten deze keer. Bedankt aan iedereen die dit tot het einde heeft gekeken. Vooral als je geen Nederlands praat. Nederlands is niet de makkelijkste taal, hoor ik van mensen om me heen. Maar ja, ik ben ermee geboren. Dus ja, voor mij voelt het normaal. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En zonnegrotte vuurbal, jongen!